Ossenaar Henk van Gerven is een blij man. Zijn partij, de SP, doet het uitstekend in de landelijke peilingen en maakt zelfs kans de grootste van Nederland te worden. Op de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen van september prijkt ook weer de naam van Gerven. Absoluut. Ik mag het nog niet vertellen, dus dat blijft geheim. Maar volgende week komt het naar buiten. Maar het ziet er goed uit en naar alle waarschijnlijkheid zal ik ook zeg maar, na 12 september weer in de Tweede Kamer plaats kunnen nemen. De exacte klassering op de SP-kandidatenlijst van Gerven wordt dus komende week wereldkundig. Het succes van de partij, virtueel heeft de SP 30 zetels, is volgens veel Nederlanders te danken aan voorman Emiel Roemer. Ja, 6 jaar geleden zeiden ze dat het aan Jan Marijnissen lag. Maar ik denk dat het een combinatie is van inderdaad het charisme wat Emiel ontegenzeggelijk heeft. Maar toch ook de ideeën en de werklust en de kracht van de partij als geheel. De naam van Jan Marijnissen valt. Hij heeft al diverse malen aangegeven niet als minister of staatssecretaris aan de slag te willen in een kabinet met daarin SP. Van Gerven heeft deze ambitie wel. Hij droomt van het departement Volksgezondheid. Kijk, Jan zou natuurlijk ook dolgraag gedaan hebben. Maar goed, die kan om redenen van gezondheid. Kan hij dat niet. Ja, voor mij ligt dat gelukkig anders. Ik ben in uitstekende gezondheid, dus daar hoef ik het niet voor te laten. Maar goed, het blijft ongewis. En nogmaals, ja, je moet gevraagd worden voor zoiets. De landelijke verkiezingen zijn woensdag 12 september. Op hoeveel zetels voor de SP rekent Van Gerven eigenlijk? Nou, ik hoop dat wij in de 30 belanden. Dus 30 of meer. Laten we daar maar eens van uitgaan. Meer Henk van Gerven maandag 11 juni op Maasland FM. Hij is dan te horen in de eerste aflevering van het radioprogramma Politiek in Korte Broek.